Door het klimaatakkoord van Parijs vorig jaar leek het beter te gaan met het milieu. Maar de cijfers wijzen iets anders uit. In 2015 is de CO2-uitstoot in Nederland juist gestegen. Bij ons in de studio Eimert Melwijk, directeur bij GroenPand. Goedenavond, meneer Melwijk. Goedenavond. Wat is de oorzaak dat die CO2-uitstoot zo gestegen is? Nou, het is een koudere winter geweest dan de winter ervoor. Dus dan ga je vanzelf iets meer stoken in de winter. Dat wordt als opgegeven. Daarnaast is de economie ook iets meer toegetrokken. Dus meer vrachtwagens op de weg. En het derde is, er worden meer kolen verstookt in plaats van gas. Dat zijn allebei fossiele brandstoffen. Dus allebei moet je dat eigenlijk niet willen verstoken. Want dat zijn oude brandstoffen. Als we het verstoken, komt er een broeikasgas in de lucht. En als er een broeikasgas in de lucht komt, dan krijgen we klimaatverandering van. Dan krijgen we alle effecten op de wereld die we niet willen. En als we meer kolen verstoken, dat is eigenlijk de goorste brandstof, zou je kunnen zeggen, van allemaal. Die komt ontzettend veel CO2 bij vrij. En ja, dat zien we ook momenteel. En dat is een van de eigenlijk drie redenen dus waarom het toch weer gestegen is afgelopen jaar. Terwijl we dachten met elkaar dat we nu de trend naar beneden in zouden zetten. Ja, dat we de goede kant op gingen. Exact. En dat geeft me aan hoe taai het dus ook is. We hebben eerder wel milieuproblemen gehad waarvan we zeiden, nou, we hebben een probleem en er is een oplossing. En in een paar jaar, zoals de zure regen, het gat in de ozonlaag, dat soort zaken, dachten we, nou, dat kunnen we oplossen met elkaar. Maar het klimaatprobleem, dat gaat eigenlijk veel fundamenteler. Dat heeft te maken met alles wat wij doen. Al ons werk is daaraan verbonden. Alles wat we consumeren is daaraan verbonden. En dat kan je eigenlijk niet binnen een paar dagen oplossen, om het zo maar te zeggen. Want vorig jaar is de CO2 5% meer geweest. Had het nou echt zoveel geschild als we bijvoorbeeld 5% minder het CO2 hadden uitgestoten? Nou, kijk, op wereldschaal is het zo dat eigenlijk al jarenlang de CO2-concentraties, we kunnen het hier op het scherm zien, enorm aan het stijgen zijn. En waar het nu over gaat, is hoeveel er extra is uitgestoten. En die 5%, dit is een wereldwijd probleem. Dus Nederland is daar inderdaad maar een relatief klein deel van. En daar is dan 5% extra bij geweest. Dus op wereldschaal maakt dat niet alles uit. Maar het is wel datgene waar wij voor verantwoordelijk zijn met elkaar. Dus we kunnen wel zeggen, ja, de Amerikanen en de Chinezen dan. Maar de mensen zie je bijvoorbeeld dat er in China heel veel positieve ontwikkelingen zijn op het gebied van klimaat. Ja. En in Nederland, waar we eigenlijk alle budgetten ervoor hebben, we dus meer aan het uitstoten zijn. Dus ja, het maakt wel degelijk een groot verschil. Ook op wereldschaal. En dat is waar wij met z'n allen voor verantwoordelijk zijn. Ja, maar denkt u dan dat de regering genoeg maatregelen heeft genomen? Of is dat effect nog niet zo te meten nu? Nou, het effect zou echt wel meetbaar moeten zijn. En op dit moment eigenlijk is het ook wel een waarschuwing dit, dat de maatregelen die genomen zijn simpelweg te weinig zijn. Dus we hebben wel in Nederland bijvoorbeeld een energieakkoord met elkaar afgesloten. Daar worden mondjesmaat worden er wel maatregelen doorgevoerd. Maar het zal waarschijnlijk een stuk scherper moeten om dat soort doelstellingen, zoals we in Parijs vorig jaar nog met elkaar hebben afgesproken, om die echt daadwerkelijk te kunnen halen. Ja, u noemt inderdaad al een aantal van die doelstellingen waaraan de regering moet voldoen. Het Nederlandse energieakkoord, het klimaatakkoord van Parijs en natuurlijk de rechterlijke uitspraak. Ja. Kunt u even kort uitleggen wat nou het verschil is tussen al die doelstellingen? Ja, zeker. Die eerste, dat energieakkoord in Nederland en die klimaatzaak, dat zijn allebei Nederlandse uitspraken, zou je kunnen zeggen. En die klimaatakkoord in Parijs, dat was een wereldwijd akkoord. Nou, wij hebben in Nederland altijd gezegd, laten we een schepje bovenop datgene doen wat we wereldwijd afspreken. En op dit moment zien we juist dat andere landen ons aan het inhalen zijn. Dus Nederland is eigenlijk in Europa bijvoorbeeld eigenlijk ongeveer de laatste wat betreft inzet op duurzaamheid. Maar dit zijn dus verschillende akkoorden, maar allemaal dus met één ding te maken. En dat is eigenlijk al een probleem wat we al 50 jaar weten. Is dat als wij fossiele brandstoffen verbranden, komen daar broeikasgassen bij vrij. En die broeikasgassen hebben verschrikkelijke impact op de aarde. Dat gaat langzaam. Maar we zagen wel net het grafiekje. Inmiddels is de concentraties van die broeikasgassen al bijna verdubbeld. En dat is een ongelooflijk probleem gaan we daardoor krijgen. Uiteraard zijn er wetenschappelijke discussies over wat die problemen precies zijn. Hoe snel gaat het smelten van de poolkappen nu precies? Ja. Maar één ding weten we zeker. De concentraties van die broeikasgassen, en er is ook geen enkele wetenschapper op de wereld die dat ontkent. Die concentraties, dat kan je met 100% wetenschappelijk bewijs bewijzen. Die zijn enorm aan het stijgen. En de consequenties, ja, we hebben maar één wereld. Ja. En we kunnen daar eigenlijk niet mee experimenteren. Vandaar al die akkoorden. En tegelijkertijd, ja, we stappen toch de dag daarna, stappen we gewoon weer onder de warme douche morgens. We stappen ook in de auto om naar ons werk te gaan. We eten peultjes. Ik zag ze van het weekend nog in de supermarkt liggen. Uit Kenia. We hebben allemaal dingen die gewoon in ons hele systeem verweven zijn. We hebben plastic dingetjes. Plastic zijn ook oliën.
Ja. Daarvoor moet ook fossiele brandstof worden gedolven. Dus het is eigenlijk, zit het zo in de vezels van onze samenleving, ons leven, ja, dat het ontzettend moeilijk is om het aan te pakken. En dat geeft me aan, we zijn ons heel erg bewust van het probleem. En dan toch 5% extra afgelopen jaar. Ja. Het is eigenlijk ongelooflijk. Ja. We gaan het straks nog even hebben over wat we inderdaad als consumenten ook hieraan kunnen doen. Er verschijnt deze week een nieuw rapport waarin staat dat om de eis van de rechter te halen, dat de nieuwe kolencentrales moeten sluiten. Gaat dat ook daadwerkelijk gebeuren? Ja, of het daadwerkelijk gaat gebeuren, dat weet nog niemand. Ik verwacht dat in ieder geval 1 of 2 kolencentrales zullen sluiten in Nederland. Dat zullen mogelijk ook de oudere kolencentrales zijn. En dat zal echt nodig zijn om de klimaatdoelen te halen. En daarvoor in de plek moeten we natuurlijk duurzame energie gaan realiseren. En het probleem zou wel zijn, wij kunnen in Nederland wel 2 kolencentrales sluiten. Maar als we daarvoor in de plek geen duurzame energie gaan maken, dan gaan we hele vieze kolenstroom uit Polen importeren. Van bijvoorbeeld bruin kool, wat daar verbrand wordt. Mm-hmm. Dus dan wordt het probleem in Nederland zou minder worden. Maar wereldwijd wordt het probleem groter. Ja. Maar en wat zou dan een goede oplossing zijn? Nou, een goede oplossing zou zijn is om versneld naar meer duurzame energie te gaan. En we weten dat dat flinke investeringen zal vergen. Maar tegelijkertijd zien we bijvoorbeeld Denemarken heeft die trend al 10 jaar geleden ingezet. Dat is ze nu heel hard geld aan het besparen. Dus aan de voorkant kost het wat meer geld dan eigenlijk in het oude vieze systeem blijven. Mm-hmm. Maar aan de achterkant levert het ons geld op. En dan moeten we soms ook iets meer rigide zijn. En we zeggen, als we nou bijvoorbeeld zonnepanelen, we zien het wel op daken verschijnen, maar nog heel weinig op velden in Nederland. Omdat daar bijvoorbeeld mensen tegen zijn dat op een veld komt te staan. Windmolens willen we ook niet met elkaar. En als er iemand anders met een slim idee komt, zal daar ook vast wel weer een tegenstander van zijn. Ja. Dus wat we wel met elkaar willen, we willen uit dat fossiele vervuilende tijdperk. Maar we zijn niet bereid om soms te realiseren, nu halen we het ergens anders vandaan. Daar hebben we ook geen last van. Dat zijn centrales ergens in de woestijn van Saoedi-Arabië, bij wijze van. Ver bij onszelf vandaan. Ja. En als we energie wat dichter bij huis willen halen en duurzaam willen oogsten, dan zal dat ook gewoon zichtbaar worden in het landschap. Ja, China en Amerika hebben afgelopen weekend het klimaatverdrag van Parijs geratificeerd, oftewel erkend. Wat betekent zo'n stap voor Europa en voor andere landen? Grote stap. Het laat echt zien dat zeker China, die een paar jaar geleden nog heel terughoudend was, echt ziet van wij zullen hier ook verantwoordelijkheid in moeten nemen. Tegelijkertijd moeten we wel denken, het klimaatverdrag, dat moet je je voorstellen als een A4'tje met een paar vrij algemene afspraken over dat we toch echt met elkaar de wereld moeten gaan redden, zoals ze het zelf genoemd hebben. Maar daar staat nog niks in over hoe we dat exact gaan doen. En er staat ook nog eigenlijk heel weinig in van, stel je nou voor dat je nou als China daar niks aan gaat doen, of als Nederland niet je afspraken haalt. Het is niet zo dat er dan iemand, een minister, in de gevangenis gezet wordt. Of dat we dan een directe miljardenboete krijgen. Dus we moeten ons wel beseffen, wij kunnen een afspraak maken, maar als ik me er niet aan hou, dan moeten daar ook sancties op staan. Ja. En daarvan is het nog wel, het zijn nog vrij softe afspraken, zou je kunnen zeggen. Dus ik ben heel erg voor dat overheden, dus onze ministers, afspraken maken in Brussel of in landelijk, maar ook met elkaar. Maar tegelijkertijd mogen we er als burgers niet op vertrouwen van, weet je, dan hoef ik niks meer te doen. Nee, dat lost het probleem wel op. Nee, zo werkt het niet inderdaad. Nee, want het is nu nog een verdrag. Wanneer gaat dat in werking treden? Nou, in principe als het gewoon door de breed geratificeerd is, zal dat, ik weet niet de exacte datum uit mijn hoofd, maar dan gaat dat in werking treden. En dat betekent dat er dan ook echt doelen gehaald zullen moeten worden. Ja, u zegt geratificeerd. Wat is daar? Dat is inderdaad vakkundig term gebruikt. Eigenlijk is het zo, je kan een verdrag sluiten, maar de mensen moeten dan vaak in hun land nog weer akkoord gaan halen van, mogen we dit werkelijk echt ondertekenen? Mm-hmm. En uiteindelijk komt er dan door iedereen de handtekening te staan. Dus je moet je voorstellen, het is eerst nog een soort van intentie. En dan gaat het verdrag, de afspraak, echt in werking. Ja. En dan is weer de vraag van, hoe stevig is die afspraak nu? Nou, dat valt dus nogal mee hoe stevig dat is. En waarschijnlijk op een nieuwe klimaattop zullen we daar weer van moeten gaan afspreken. Zijn we die doelstellingen nu aan het halen? Nou, één ding is zeker, als Nederland zijn we in ieder geval niet op de goede weg. Want in plaats van dat we met elkaar CO2, broeikasgassen aan het verminderen zijn, zijn we het aan het vermeerderen. Ja, u noemde net inderdaad al, we moeten als burgers meer doen dan alleen naar de regeringsleiders kijken. Wat kunnen we dan zelf doen? U noemde net al de sugarsnaps uit Kenia. Ja. Maar wat zijn nog meer dingen die we zelf kunnen doen? Nou, we kunnen eigenlijk ontzettend veel doen. Omdat 90% van al die uitstoot wordt door ons als individuen, direct of indirect, vindt dat plaats. Zelf ben ik vanuit GroenPand dagelijks bezig om panden te vergroenen. Dus dat betekent eigenlijk dat je huizen of kantoren energiezuiniger maakt. Alle technieken zijn daar eigenlijk al wel voor. Maar mensen moeten begrijpen dat je in plaats van elke maand 150 of 200 euro energierekening te betalen aan je energiemaatschappij zegt, dat is dus 200 euro per maand. Dat is dus ruim 2000 euro per jaar. Dat is ruim 20.000 euro in 10 jaar.
Als je nou daar 5 of 10.000 euro van nu besteedt, heb je een veel lagere energierekening uiteindelijk. En haal je voedsel in plaats van uit Kenia, probeer het gewoon dichter bij huis te halen. Er is één belangrijkste ding, is dat we in plaats van al die grote internationale ketens alles van dichter bij huis halen. Van je eigen dak of uit een weide in de buurt. Ja, dat lijkt helemaal niet zo ingewikkeld. Gewoon in de supermarkt kijken wat op dat moment aangeboden wordt uit ons eigen land. Begrijp je dat ja, goed? Ja, dat is uiteindelijk vaak dat is wat echt een bijdrage kan leveren. Haal je energie van dicht uit, je voedsel bij dicht uit en probeer niet te ver van je huis te werken bijvoorbeeld. Als je elke dag onder 100 kilometer op en neer rijdt naar je werk. Ja, dat maakt echt een verschil. Gewoon weer op de fiets dus. Als het even kan wel, ja. Dank voor dit gesprek, Eimert Muilwijk van GroenPand. U bedankt voor het kijken. Dit was Uitgelicht voor vandaag. En morgen zijn we er weer. Dag.